Al die dingen heb ik mezelf aan gewerkt. Dat. Oh, no way! Hij is nu! Er is. Merde! Yo, yo, mensen! En welkom weer terug bij Ahead in Time. Ik zei de vorige aflevering, als de serie het goed deed, zou ik nog een aflevering maken. Mijn video heeft maar 19.000 weergaven gekregen. Hoe kut is dat? Ja, boeien, Ruud. Boeien. Boeien, Ruud. Boeien. Ik had gewoon lekker zin om een film te maken. En we gaan nu verder met de film, maar dan van die andere man. We gaan een spionnenfilm maken. Murder on the oudjes. Wat is hier gaande? Oh, ik zie een mes. I see a knife. I must kill them all. Oeh. Wat is er gaande in deze prachtige film? Yodio mes van film... I haven't written the script for my next movie yet, so we're not recording. Jemig zeg, amateur. The script is ready. Ja, jemig. Je bent echt een amateuristische, vuile hondennaaier. Hallo. Jezus, schrok me dood zo. I'm also an express owl. I do much hooting. Hoot, 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 hoot. From one owl to another, we can share details, yes? Ja. What is your uncle's sister's maiden name? Wat moet ik dat nou weten? Yo-di-yo. Dat vind ik een hele mooie naam. It is... I see. This is the kind of uncle's sister's maiden name I would expect from a fellow express owl. Ja, zeker weten. En verder nog wat bijzonders? Nee? Hello, fellow express owl. Hallo. Do you care about security? Nee. I care about security a whole lot. Okay. You should not be going around telling information to strangers. It could be a security risk. Oh, ik snap hem al. More secure. What is your favorite combination of letters and numbers? Laten we doen Yodio. Gewoon Yodio. I see. is also my favorite combination of letters. Oh god, ik heb Yodio verkeerd geschreven. Kak, sorry. Ja, nee, kak. Wil ik even. Oké. Ja. They all gone on the last stop. Speaking of, at which stop did you get on the train? Ik heb geen idee. What do you mean you fell from the sky? Ja, ik heb geen idee. Did you know that having a pet helps improve self-confidence and relieve stress? Ja. Did you also know that pets can have pets? It is true. Oh. Unfortunately, us express owls are not allowed to have pets. Army eye. It is a sacrifice we must make in the name of hooting. Okay. But if you had a pet, what do you think the name of your pet's childhood pet would be? Jee, dit is gewoon, dit is zo'n, zo'n security test, weet je wel. Als je een wachtwoord kwijt bent, dat je die dan invult. Is certainly an interesting name for a pet. Even for a pet's pet. Zeker weten. Geinig. Sowieso moet ik dat uiteindelijk weer onthouden. Alleen, ik heb de ene Yodio verkeerd getypt. Gewoon, Yodio mensen. Hello, fellow express owl. Hallo, mensen. I am stuck on an advanced mathematical and scientific issue. Wat is het probleem? Do you see this advanced formula on the blackboard? Ik zie hem. I cannot decipher it. Oh. Can you decipher the scientific formula? What does it say? Het zegt Yodio. It was obvious. Thank you, fellow express owl. And wat is thank you for agreeing to the terms and conditions on the backside of the blackboard. Terms are... Oh my god, nee, dat weet je niet. Ik heb met... Ik ben eens gegaan met al deze terms and conditions. Ik ben gescamd. I don't get it. How is this a scientific equation of any kind? It's just scrambled numbers and letters. Ik ben opgelucht. Ik ben opgelucht. To get settled down on this train with these crowds around the place. They keep interviewing me about everything I do. Oh, ik vind het leuk. Ik vind deze humor echt heel leuk. Hello, Express Owl. Hallo. Do you ever wonder what it would be like to be a superhero? Ik ben al een superhero. Ik ben de eentje zonder cape. The most important feature of a superhero is the name. Every superhero needs an intricate name to their fame. Ja. If you were a superhero, what would your name be? If entered on an online form, standardized account identification requirements. Yodio. That name is great. Yeah. Already imagine it.
The mighty savior of justice. Ja. I'll just write your answer down here, real quick. Oké. Is goed. Veel plezier. Wacht nou niet daar naar binnen. Waar moet ik heen? Ik heb geen idee wat ik maar aan het doen ben. Hallo, Yodio Mans van Yodio Mans GameSnel. Zijn jullie lekker? And the owls don't like to give their blueprints. Wat? Ik snap het niet. De owls don't like... Oké, hier hebben ze zo'n key nodig. Is duidelijk. We zijn lekker grapjes aan het maken. Ik ga even lekker... Gelntie, loontie, paantie. En dan gaan we hier naar boven. Jullie zijn stomme kraaien. Oh, hallo. All have parts of our body we're ashamed of. This is why some owls choose to pluck their feathers. Okay. Which body part of yours are you the most ashamed of, fellow express owl? Nee, ik wil geen Yodio doen. Yodio, dat werkt niet. Okay, laten we dan doen. Penis. Gewoon een piemel. Oh, poor express owl. You shouldn't be ashamed of your... ook gewoon prestatie, gewoon why. Hier is ook staan in je achievement, why, just why. But you better get your... Oh, ja, ja, tuurlijk. Ja. I read online. It could be a sign of bird flu. We gaan de VIP-room in, jongens. De VIP. Ik zie een sleutel. Zou dit gebeuren als ik die sleutel op zou pakken? Nou, nee. Gebeurt helemaal niks. Wait, hallo, mensen. Don't come in here. I lost my contact lens somewhere. Okay. Please don't step on it. I can't move out of the way. I might step on it myself. Oké, nou prima, dan zoek je toch wel. Dan zoek je toch godverdomme door lekker zelf uit, joh. Hoppakee, Yodio, mensen van Yodio Mans GameSnel. Laat mij hier naar binnen gaan. Hahaha, ik ben binnen. Jongens, geen idee wat ik aan het doen ben. Oeh, kijk, een cadeautje. Ik wil altijd een cadeautje willen hebben. Ik heb een detective hoed. Time to solve crime. Watch out for this tiny detective. Ik ben nu detective, jongens. Oh, aangezien ik detective ben, zie ik dat hier. It's it. Laten we het gebruiken. Is this the kid with the hat? Ja. I hope you like my present. Okay. The train. Your uncle's sister has come to visit you. Oh, what? You better show your fam some love, or I'll be talking to a corpse next time. What? What? Wat is er gaande? Wat is deze situatie? Ik heb geen idee wat er gaande is. But I'm the detective here. Detective Link is on the case. Wacht eens even. Detective Link is on the case. Old school, weet je het nog, jongens? Old school Link. Detective Link is on the case. Ja. Ja. Ik ben Detective Link. Oh mijn god, ik heb met al die dingen heb ik mezelf aangewerkt. Is dat? Oh, no way! Hij is neer! Er is... Mierder! Oh mijn god. On my Owl Express? Ja, zeker. Hij is dood. Someone would murder one of the express. Waarom sta ik eigenlijk in het bloed? And I can't believe even more that it's your uncle's sister. Ja, ik weet het ook. You have to see for yourself. Ja, Yodio, wat heb je op te zeggen? Ooh, you're giving me the quiet treatment, eh? That's what a murderer would do. Murderer. Leave this case to us. For wie? We're Caw, the Crow Agent Watch. We've been monitoring everyone on this train since the last station. Okay. We'll be searching the entire train for evidence. No one is allowed to go outside of this wagon. Oh my god. What? I can't even walk around in my own train. Oh, how dare you! Oh, dare you! Once the clock hits midnight, we'll get off at the station with the murderer in cuffs. Okay. Stay here while we investigate further. Okay, mag ik mee helpen? Because I'm Detective Link. En I'm... Okay, we hebben een uur de tijd. 1 L hour left. Okay, dus we hebben nog 1 uur left. Okay. Moet dus deze moord op zien te lossen, jongens. Maar eerst wordt het tijd voor een lekkere selfie. Kijk eens aan. We kunnen selfies maken met de moord. Prachtige foto. We hebben een prachtige foto gemaakt voor de thumbnail. Dat is hartstikke leuk. Wie heb jij de moord gepleegd? Picnics can't tell me what to do. Okay. I bet they committed the murder and they're destroying all the evidence. Ooh, dat is ook wel inderdaad wel een bijzonder. Oké, okay, we staan hier allemaal lekker te chillen. Ik weet niet of we allemaal op gaan praten. The VIP area and accidentally steps on my contact lens. Oh ja, je bent al contact lens dude. En voor de rest kan ik met niemand praten hier. Ja, ik ga met mijn zusters oom praten. Ja, ik
ik heb een beetje het gevoel dat jij, ja, ik heb geen idee. Je bent wel een beetje een aparte. Ja. Wat zou hier zijn? Oh, ik mag daar natuurlijk niet heen. Dat is de bedoeling. Dan moet ik stealth doen. Aha. I must be stealthy, like a real detective. Oh, hoe ga ik hier langs? Ik ga zo. Ho. I'm the detective. Detective Link is on the case. Hop. Oké, wacht tot ik Crow misschien ergens anders heen gaat kijken. Die gaan ergens anders heen kijken. We kunnen ook de recording room in. Daar waren we nog niet in geweest, want die was eerst... Confidential! Noppakee! Oeh, is een foto van de suspect. Maar dat is de van de man, weet je wel? Die man. En we kunnen ook hier naar boven. Zullen we naar boven gaan? Ja, we moeten hier naar boven. We moeten naar boven toe. Laten we naar boven gaan. Oh, kak. Haha, you didn't see me, bro. Oké, we gaan deze kamer in voor Confidential. Oh, god. We zijn al bijna 10 minuten verder. Oh, mijn god. Waar zijn de dingen die ik nodig heb? Ik sta nu hierboven. Die zijn we al een keertje geweest. Maar dan in ieder geval daar beneden. En die kamer kunnen we dan niet naar binnen. Maar die gas kunnen we uiteindelijk wel naar beneden gooien. Als wij een sleutel hebben, dan kunnen we hem naar beneden doen. En dan kunnen we daar naar binnen. Oké, duidelijk. Dat kunnen we doen. Ik zie de sleutel. Oh mijn god. We moeten de kraaien zien te volgen. Kraaienty, paarntie, laarntie, snaarntie. Dankjewel voor de sleutel. En, wat kunnen we voor de rest doen? Niks bijzonders, hè? Niks bijzonders. Geen evidence. No evidence hier. No evidence here. We hebben wel een sleutel. Hallo mensen van Hallo Mensen Games NL. Wat doen wij hier? Oeh, een telefoontje. Van wie? Ja. Nee. You'll never catch the real murderer. Oké. Ja, ik denk het wel. Oh, hij heeft opgehangen. Wat onbeleefd. Maar ik zie hier evidence. Oh nee, dat is geen evidence. Dat is weer een yarnty, paarnty, laarnty, snaarnty. Waar zijn de clues? Maar hier hebben we wederom weer een key nodig. En weet je wat ik niet heb? Een key? Dat heb ik niet. Oké, dan gaan we de cafetaria in. Oké, we mogen de cafetaria wel in. Alleen dan is het wel heel gevaarlijk. Omdat daar natuurlijk heel veel van die kraaien. Kraaienty, paarnty, laarnty, snaarnty. Dammit, kraaien. Oké, cafetaria. Oh, als ze lachen, dan kunnen we er zeemen. Want dan let ze niet op. Duidelijk. Oké, ik weet het vanaf nu. Als ze lachen, kan ik er doorheen. Oké, jongens, gaan we lachen. Lekker lachen met... Jodio mensen. Oh, god, niet lachen. Lach maar weer. Oh, god. I almost fucked it up. Want ik wilde staan naar boven rennen. Oké, gaan we lachen. Hahaha. Leuk, jodio mensen. Oké. Hier zit voor de rest niks. Oké, ik kan dus niet meer naar beneden. Even HP pakken, want ik ben natuurlijk wel wat gedamaged door wat ik gezien ben. Even kijken waar we heen moeten. We moeten heen naar de VIP-room, denk ik. Oké, we zijn in de VIP-room. De tijd tikt, jongens. De tijd tikt. Ik herhaal. De tijd die tinkt, die laant, die smaakt. Oh, bijna door. He almost had me door. Evidence. Confidential. Evidence. Not anymore. Oké. Ik heb een cross now available as subject. Oké, interessant. Daarachter hebben we ook... We hebben zoveel kamers hier. Maar we gaan ze eerst de dodo zoeten. Oh, kak, daar kan ik allemaal niet in. Daar kan ik niet in. Hier kan ik ook niet in. Hier kan ik wel in, hè? Ook niet. Allemaal locked. Oké, naar boven. Ontwijk hem. Ontwijk de kraai. En we hebben de sleutel, jongens. We hebben de sleutel. Oké, we zijn weer bij dat ene plekje waar we dus net waren. We doen het even weer parcoren. Om de sleutel te gebruiken op het slot. Het slot der sloten. Let's go, boys. Let's go. Oké, we zitten erin. We hebben hier een knop. Zullen wij de knop indrukken? We drukken de knop in. Wat gebeurt er? Dat ding gaat omhoog. En hij gaat naar beneden. Jodio mensen. En later zeggen we altijd. Haha, we kunnen hier nu naar binnen. Oké. Het is nu 30:30. We hebben pas 2 dingen. Nog 30 minuten te gaan. We hebben pas 2 evidence. Oh mijn god. Ik zie hier heel veel kraaienty, paarnty, lines, snaarnties. Oké, laten we hier eventjes naar boven gaan. Kunnen we hier naar boven? Oké, we gaan hier gewoon liggen. Dat kan ook. Oké, we gaan hierin. Oké, hier hebben we weer een sleutel nodig voor de launch. Oké, en dan hebben we daar nog 2 kamers waar we ook in kunnen. Dus dan gaan we daar maar heen. Hier zou vast wel evidence zijn. Oh, we worden weer gebeld. Hallo mensen. Nee, doe ik niet. Dat klopt. Nee!
itself in an unusual situation. Oh, Nanny Jodio! A thin rope that hid a knife just above the woodcutting machine. Nee! What an odd coincidence. Nee! Niet mijn hondje! Save it from becoming sawdust. I'll figure out who the murderer is. Nee! Dit meen je niet! Hij wil me tijd laten verliezen. Ik moet Jodio redden. Jodio is mijn favoriet hond. Ik heb nog nooit een hond gehad. Maar Jodio is wel mijn favoriet. Oh mijn god, ik moet hem redden. 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 Hallo mensen. Kak, ik moet snel zijn. Jodio, hou vol schatje. Ik kom je redden. Jodio, ik ben er. Jodio, ik red je. Oké, ik heb je gered. Oh, thank god. Thank god, Jodio leeft nog. Oh, dat scheelt niet veel. Jongens, ik bedoel... Echt even serieus, dat scheelt echt niet veel. Jodio, gaat het goed met je? Graag gedaan, Jodio. Ik hou van je. Ja. Oh, yes. Confidential evidence. Oh, dat is mijn... Dat is mijn... zuster van mijn broer, dat is mijn tante. Oké, we kunnen verder, jongens. We hebben nu 3 van de 6 evidence. Op naar de andere 3. Oh, wat zie ik daar? Hitsaki! Ja. Waar is de Avedonse? We need le avadons voor le murder. Waar? Oké, we hebben daar de sauna. We hebben voor de rest niet heel veel. We hebben daarachter nog een hele ruimte. Ik ben benieuwd wie hier de moordenaar is. Lieveling. Hey, ik heb de key gebruikt om nog een key te krijgen. Is dat niet fijn? Don't fly, don't run. Oké, zullen we allebei niet doen. Oké, jongens, we hebben nog 10 minuten de tijd. Dit gaat niet goed komen. Holy shit, holy shit. Hoe kan de tijd zo snel gaan? Dit is niet chill. Dit is niet chill. Oké. Rustig, rustig, Link. Rustig. Oké, daar is ook evidence beneden. Dat heb ik gezien. Maar eerst gaan we op deze knop drukken. Wat doet die knop? Die zorgt ervoor dat dat beweegt. Nice. Oké, we kunnen evidence pakken. Dan hebben we nog 2 te gaan. Dan kunnen we daar naar binnen. Oké, go, go. Evidence. Evidence. Confidential. Not anymore. Oh mijn god. Confidential. Not anymore. Oké. Oh, de man met de contactlenzen. Aha. Aha, we hebben een nieuwe suspect. We hebben een nieuwe suspect. Oké, jongens, we zijn er bij de keep out. Confidential, not anymore. Oh, the murderer himself. Oké, we missen er dus nog 1, jongens. We missen nog 1 pass of la pistol. En jongens, het is het te laat? Time's up. No way, ik mis er eentje. Ik heb er 1 gemist, ik heb geen idee waar die is. Nee. Who done it? Ik weet het niet. Ik mis er nog eentje. We don't know. We weten het niet. Oké. We couldn't find any conclusive evidence. We have no idea who murdered this owl. Oh nee? What? So you've done pickle to solve the case. Who's the murderer? Which one of you did it? Moet ik weten wie is de moordenaar? Ik heb nog eens gekeken. Protects and serves at all cost. Oké, die hebben we natuurlijk. We hebben we got eyes everywhere and see and we saw nothing. Oké. What's you peeking at for me? Packneck. Oké, we hebben hier, dat weten we niet wat het is. Die ziet er wel heel erg goed uit. En you can blame a dead owl. I mean, ik denk dat jij de moordenaar bent. Ja, jij bent de eigen moordenaar. Je hebt jezelf neergestoken. Ja, precies. Dat had je niet door, hè? Maar hij heeft het zelf gedaan. Nee. Dit maakt de perfecte... Aha! 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 I knew it! It was my turn to clean the Owl Express. And I just decided to... fake my death. With this rubber knife. I knew it! I knew it! All this trouble isn't worth it. Ik wist het. I'll just start cleaning up now. Ik wist het, jongens. Ik wist dat hij... De moordenaar was. Weet je hoe ik dat wist? Ik had 1 op 5 kans. Only did you reveal the murderer. You also revealed that the victim was never harmed. Ja. And you gave us intense footage for the movie. Zeker weten. What? You think I'd let a murder happen on my Owl Express? Oh, think again. That was all just a setup for my newest Owl Express movie. Murder on the Owl Express. Aha. Oh, you think DJ Picnic will make a movie that's even remotely as good? No. I think not. No, I think not. Take this thingamajig and get out of here. Oké, we gaan er vandoor.
Maar sowieso zijn we dus één evidence. Hebben niet eens opgepakt. Ik heb geen idee waar die was. Maar dat maakt niet uit. Want we hebben de moord opgelost. We zijn heel goed. Yo, mensen. Ja, dat was de film. Geweldig. En jongens, hoeveel hebben we gekregen? 116. We hebben één zo'n ding gevonden. We hebben 100 voor gekregen. En hoeveel evidence? 5. En dat is dan hoeveel punten? 300 punten. 516 maar. Dat is niet zoveel als bij die vorige. Ook al moet ik zeggen dat ik deze wel een stuk leuker vond. En jongens, dat was in ieder geval weer een lange missie die we hebben gedaan. Ik bedank jullie voor het kijken. Vind je dit nou een leuke serie? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Laat het eventjes weten. Tot je natuurlijk hier voor twee andere video's. Hierachter kan je me op abonneren. En daaronder kan je merchandise kopen. Detective Link is no longer on the case. Want ik ben hartstikke goed in moordenaars oplossen. Weet je wel. Ik ben hartstikke goed daarin. En bedankt voor het kijken naar deze video. En zeg hem één ding. Dat is later.